Ja, de Heer Manoël bloeit met vreugde als hij de zilver ra hoort. En wanneer hij de zilver da hoort, ren hij achter die persoon om hem te belonen. Dat komt bekend voor, hè, deze. Wij zingen altijd Rade Rade Japo Chale Aenge Bihari. Dat is eigenlijk. Dit komt uit de Brahma Vaivarta Purana. Dus wij zullen niet denken. Dit komt uit Banki Bihari Tempel in Vrindavan. Maar wij zullen niet denken dat het alleen hun filosofie is. Hier wordt aangegeven dat alle Gaudiya Vaishnavas daarmee eens zijn. Dus ik kom nog. Het chanten van Radha's naam stelt Krishna en de vorige acharyas tevreden. Sri Raghunath Das Goswami vereert zo'n persoon als hij bevestigt in de Swaniyam Dwandadas Sakam. Ik maak een belofte aan wie dan ook de lotusvoeten te baden en vereren die neerbuigen en met liefde Krishna vereert en de heilige naam van Radha door de hele wereld verspreidt. Elke dag zal ik dat water drinken en op mijn hoofd dragen. Overtredingen zijn de grootste blokkades om spirituele vooruitgang te maken. Wij kunnen alleen liefde aan God bereiken als die overtredingen vernietigd worden en met puur bhakti bezig zijn. Terwijl Krishna nooit een overtreder tolereert of genade geeft, hij geeft wel de genade als die persoon toevlucht neemt van de meelijdende naam van Radha. Prabodhananda Saraswati zegt dat Krishna zo tevreden is met die iemand die Radha's naam chant, dat hij zal zijn overtredingen wegnemen. Niet alleen, maar Krishna laat hem in Radha's persoonlijke dienst treden. Nou, dit is bevestigd in de Radha Rasa Sudanidhi. Krishna is zo attractief dat hij de hele wereld aantrekt, maar Srimati Radharani is zo attractief dat zij hem aantrekt. Radha is de hoogste godin. Het chanten van Radha's naam en bad nemen in Radha kun trekken beide Krishna aan als bevestigd door Sri Narottama Das Thakur. Krishna nama gane bai radhikara charana pai. Radha nama gane Krishna Chandra. Als je Krishna's naam zingt, bereik je de lotusvoeten van Radhika. En als je Radha's naam zingt, bereik je Krishna Chandra. In Vrindavan wordt Radharani's naam meer vaker gechant dan Krishna's naam. Dus Srila Prabhupada zei dat als je Krishna's genade wilt, dan moet je eerst Srimati Radharani tevreden stellen. Zelf het één keer uitspreken van de twee zilven Ra en Da trekt Sri Krishna, de heer van Gokula, aan. Alle doelen van het menselijke leven worden nutteloos. Voor diegene die vol met liefde in de naam van de Radha is verdiept, zelfs Heer Madhava chant japa van deze mantra met liefde. Radha Rasa Sudanidhi. Dus Raghunath Das Goswami is een grote toegewijde van Srimati Radharani. Het was beschreven ik had deze lila wel eens gehoord, dat hij ging vaak zijn bhajan doen in de hitte, weet je. In het midden van de zomer, de Radha kon zweet, die kwam gewoon uit zijn lichaam, weet je. En wat gebeurde? Srimati Radharani kwam met haar sari en zij blokkeerde de zon van hem. En toen Sanatan Goswami dat zag, zei hij, dit kan niet. Jij moet Radharani dienen, niet dat zij moet jou dienen. Dus we moeten iets gaan regelen. Dus ze hebben een bhajan kwartier voor hem gebouwd. Een radhakund, die zie je nog steeds. Het lijkt net op zo'n ei-vorm. Weet je, maar dat is Raghunath Das en bhajan kwartier. En de radhakund babas die zingen elke dag, de hele dag, Hare Krishna mantra. Dat is een hele mooie plek om te zijn. Dus ja, ik geef een lezing op deze manier, omdat ik zelf bezig ben met het chanten van kirtan en bhajan. Dus de verbinding met de bhakti en de verbinding met Sri Radha kan ik alleen van die kant geven. Omdat ik alleen daarmee bezig ben. Dus dat is de filosofische kant eigenlijk. Ik kan nog een voorbeeld geven om meer focus te krijgen. Wat is de reden waarom wij Radha chanten? Wel, ik heb gezien dat er veel twijfelt. Er komen veel filosofieën rond, weet je. Die zeggen, ja, je moet geen Radha chanten, maar hoe kan dat? Ik bedoel,
Zonder Radha zijn we geen toegewijde geworden. Niemand die hier zit zonder de genade van Radha, kan geen toegewijde worden. Ik heb het zelf persoonlijk meegemaakt. Als toegewijde dacht ik, in het begin dacht ik, ja, Krishna heeft me alles weggenomen. Maar wij denken altijd, ja, ik heb alles opgegeven voor Krishna. Maar dat klinkt een beetje als valse ego. Krishna heeft gewoon alles weggenomen. Maar wat ik niet wist, hoe Krishna dat weggenomen heeft. Eigenlijk had Krishna dit niet weggenomen, Srimati Radharani had dat weggenomen. Zij heeft het geregeld, zonder haar genade, als zij niet tegen Krishna zegt, alsjeblieft laat deze persoon toegewijd worden, ja, dan gebeurt er niks. Dus ja, ik geef nog een lila erbij. Dit is heel erg een zoete lila om dat de rare naam te kunnen begrijpen. Op één dag kwam Shyama Sundara naar de bos van Vrindavan om Srimati Radhika te ontmoeten. Hij kwam de gopis tegen en ze zeiden dat Radha's ouders haar thuis heeft opgesloten. Maar eigenlijk was zij aan het verstoppen in een kunja dichtbij. Shyama was er niet blij mee en vroeg de gopis hoe hij Radha kon ontmoeten. De gopis adviseerden Krishna om te gaan zitten en zich in het chanten van Radha's naam, Radha's zoete naam te verdiepen. En dat zij zeker hem zal komen, ja, naar hem zal komen. Ja. Na een tijdje chanten stopte Krishna en zei, hey Sakis, waarom is Radha nog niet gekomen? Een Sakis zei op een grappige manier, kijk Shyama Sundara, ik denk dat je geen resultaat krijgt omdat je overtredingen maakt tegen de heilige naam van Radha. Toen zei ze, kijk Shyam, klap je gewoon je handen met luide stem, chant de heilige naam Radha. Dit zal alle overtredingen weghalen en dan zal de heilige naam tevreden zijn met je. Met tranen in zijn ogen en een hart vol met extatische liefde, Krishna en de Sakis deed een extatische Radha naam kirtan. Aangetrokken door de extase was Srimati Radhika gedwongen de Nikunj waar zij verstopten te verlaten en zegende Madhava door hem te omarmen. Als iemand de genade heeft, zal hij deze voorbeeld volgen, zoals hoogste persoonlijkheid God. En de naam van Radha met tranen in de ogen en hart vol met extatische liefde te chanten. Okay. Dus ja, om toegewijders meer vertrouwen te geven, het gaat niet alleen om het chanten van Hare Krishna, het gaat ook om het chanten van Radha's naam. En ik heb het persoonlijk meegemaakt, vaak heb ik na een tijdje chanten, lange tijd chanten van Hare Krishna in de kirtan, voel ik me uitgeput. En dan denk ik, ja, hoe ga ik mijn energie terugkrijgen? Toen dacht ik, ja maar in de shastra staat dat Radha is de energie van de heilige naam. Dus, weet je, om lucht weer terug te krijgen, heb ik gewoon chant weer gewoon radi radi. En dat zie je. De kracht, die komt weer terug. Dus het is allemaal is gebaseerd. Dus het is allemaal persoonlijke, hoe noem je dat? Ervaringen wat ik meegemaakt heb, die mij, zeg maar, hoe ik naar Vrindavan gekomen ben in het 24 uur kirtan, dat zijn allemaal genade van Srimati Radharani. Ik kan me goed herinneren. Ik kwam voor 3 maanden op een tourist visa met Satchinanda Swami. Toen werd ik aangetrokken aan de 24 uur kirtan. Toen heb ik mijn visa verlengd tot 6 maanden. Satchinanda Swami was alleen teruggegaan naar Europa. En na die 6 maanden nog, dat was echt, ik kon niet meer anders, zeg maar. Toen ik terugkwam naar Westen, had een godbroeder aan mij gezegd, dat is ook een Nederlandse godbroeder, die heet Krishna Das. Das, die was vroeger de pujari voor de Nishinadeva in Duitsland. Hij zegt, waarom schrijf je niet gewoon een brief aan je guru, weet je, dat je nou weer namen wil. Weet je. Ik zeg, dit is zo onmogelijk, weet je, hier praten ze alleen over prediken, boekenverspreiding, ik heb geen kans, ik ben kansloos. Zo toen, zeg maar, je mag het toch wel proberen. Dus toen had ik een brief geschreven, gewoon hand, met de hand. En mijn guru, hij heeft die brief al gelezen en toen ging hij darshan nemen voor Radha Madan Mohan, Sri Radha Madan Mohan. En toen stond ik achter hem. En toen beet ik aan Sri Radha Madan Mohan, alsjeblieft laat mijn guru weten, ik wil naar Vrindavan. Als je dat niet doet, dan word ik de grootste Mayavadi die ooit op deze planeet gelopen. Ja,
Ik wou zo graag naar mijn naam gaan, weet je, dat ik begon te dreigen zelf, weet je. Maar ja, hoe noemen ze dat? Blackmail. En tot mijn verbazing, ik zat in de keuken voor een sigaret te koken en ik kreeg die brief terug. En mijn guru die heeft direct op die brief geschreven. Weet je, en die diener van hem zegt, de brief is teruggekomen. Hij zei, ik wil het niet lezen, ik weet het, het is gewoon nee. Mm. Weet je, omdat mijn guru vroeger in Vrindavan Prabhupada diende, weet je. En hij was zo gehecht in Vrindavan te blijven. Toen zei Prabhupada, je moet sannyas nemen, naar Westen gaan om te prediken. Toen dacht hij, ja, ik heb geen kans. Als hij zelf, weet je, op zo'n manier uit Vrindavan, weet je, weggegaan is. Toen zei hij, nee, ik wil het niet lezen, ik weet het al, weet je. Ik was heel erg depressief, zeg maar, weet je. Toen zei hij, je moet hem lezen, heb ja gezegd. Wat? Heb ja gezegd? Toen sprong ik gewoon door de lucht heen, weet je, in het midden van de oefening, weet je, alle toegewijders die keken, wat is er aan de hand met hem, is niet doorgedraaid of zo. Dan zie je vandaan, ki jai, jai jai si raadhe, shalom. Dus ja, hij, in die brief stond daar, haal een entry visa en blijf daar tot je niet meer terug kan komen. Zeg maar, blijf daar, weet je, tot die entry visa kan je lang blijven, weet je, kan gewoon verlengen. Maar natuurlijk, die verlengingen die waren allemaal ook niet legaal. Omdat, weet je, als je in Vrindavan woont en je wil je intervisa verlengen, dan ga je naar Mathura en dan zegt ze, oké, ze dienen het in. En weet je hoe lang het duurt om een antwoord te krijgen? 1 jaar. Dus het is automatisch verlengd. En toen ik van Vrindavan wegging, weet je, toen kreeg ik echt, weet je, die mensen bij die airport zeiden, hey, weet je, de regering heeft deze verlengingen nooit approved. Hoe zeg je? Goed gekeurd. Toen zei hij, ja, Hare Krishna, zei hij, weet je, laat me gewoon gaan. Maar probeer dat maar in Indonesië, dan kom je in de gevangenis terecht. Het zijn echt als de Yamadutas, weet je. Als je 1 seconde te lang blijft, weet je, dan kan je schudden, weet je. Maar dat was genade van Srimati Radharani, om dat allemaal mee te geven. En vaak zeg je dat aan toegewezen vrienden van mij. Ja, Krishna had mij een beetje te veel verwend. Dat ik soms lijd eronder. Maar 1 ding had hij mij wel meegegeven. Is de heilige naam en de manier van te chanten. En als je dat kan, dan maakt het niet zoveel uit, want dan ben je altijd in Vrindavan. Maar dan moet je ook niet stoppen met de bhajan natuurlijk. En dan kom je toch in de materiële wereld terecht. Dus ja, er is nog een liedje. Nou, dat heb ik ook. Die heet Sirada Kripa Kataksam. Ik hoorde van veel toegewijders, er wordt haast nooit gezongen in ISKCON. Ik vind het heel erg, omdat deze lied is gecomponeerd door Deva Shiva zelf. Als Gopeshwar Mahadev. Dus als je echt de genade wil hebben, die 2 dingen zijn heel erg belangrijk. De manier dat wij predigen. Vaak als iemand een Shiva Bhakti is of zo, weet je, en hij komt een tempel vragen, hoe is mijn verband met Shiva en, weet je, en Bhakti? Dan staan ze met een mond vol tanden. Maar vorige Shiva Ratri had ik toch al gesproken over Gopeshwar Mahadev is de hoogste vorm van Shiva. Dus hij is daar voor de Vaishnavas. Maar voor iedereen. En voor degene die van andere dingen zoekt, zeg maar behalve Bhakti, ja, dan is die wel, neemt hij wel andere vormen van Shiva aan. Maar Gopeshwar Mahadev is degene die het zegent. Dus deze Radha Kripa Kataksham is heel erg zoet, zeg maar, hoe hij dat. Jammer dat we geen tijd hebben om die vertalingen, maar ja, veel mensen begrijpen wel wat Sanskrit is. Je kan het wel zien wat er allemaal in dit lied is en zo. Ik raad het aan, als je dat lied 1 keer geleerd hebt, ik denk, alle toegewijden moeten gewoon elke dag chanten. Je voelt je veel, veel beter. Want het heet ook Radha Kripa Kataksham. En zonder Radha Kripa kunnen we ook Krishna's Kripa ook niet krijgen. Dus, Als je ervan toe bent, zeg maar, dat is mijn ervaring. Ik krijg nieuwe energie, dat is ook mijn ervaring. Als je maar zegt van ja, maar probeer, ik daar nooit gezegd. Maar hoe heet dat? Dat is niet de bedoeling, zeg maar, anders had hij het in zijn boeken geschreven. Maar er was gewoon een aanwijzing die hij gaf.
Hetzelfde met het baden in Radekoen. Vroeger zei hij gewoon bad nemen. Weet je, hoe kan je nou vooruit gaan maken zonder bad te nemen? Later had hij het weer ingetrokken. Maar het stond niet in het boek. Dat had hij niet in de boeken. Hij had al gezegd, je moet zoveel mogelijk keer bad nemen in Radekoen. De reden waarom hij dat deed, al wisselijk toegewijd, is begon in het water te springen. Weet je, net als watersport. En de, ja, dan maak je overtrainingen. En toen zei Srila Prabhupada, je mag geen bad meer nemen. Maar zou Prabhupada gezegd hebben, oké, je mag bad nemen, maar voorzichtig zijn. En voor de, dat mentaliteit, zeg maar, dat losse mentaliteit, dat is niet genoeg. Daarom zei hij, niet bad te nemen. Zodat wij echt goed gaan nadenken, hé, dit is Radharani, dit water is Radharani. Je moet daar respectvol mee omgaan. Maar Radharani is altijd, zij wil juist dat wij bad daarin nemen. Want Shyama zou ons nooit accepteren zonder dat wij het water van haar op onze lichaam hebben. Maar zoals u dat nu verkondigt, van uw ervaring, u dus heeft ervaren, Hare Krishna, Mahamantra chanten, en als u dan van zo hoog naar beneden gaat, dan gaan we Radharani chanten. Als u dat zo verkondigt, krijg je dat niet, dan niet gauw dat mensen dat ook automatisch gaan doen? Dat is niet naar beneden, zeg maar. Dat is juist omhoog. Vaak zetten wij eerst Hare Krishna. Variatie. Ja. Maar het is wel een Gaudiya. Nee, ik zeg dat het niet gaat. Ja? Maar ik heb een van en u zegt van de Hare Rama Krishna, Hare Krishna wil maar een mantra chant. En als u dan een zodanige uit de ritme raakt of energie nodig hebt, Energie nodig hebt, dan gaat u dat van Radharani chanten. Ja, om het. Is dat wel de bedoeling geweest van Prabhupada? Ja, Srila Prabhupada had ons alleen basis gegeven, omdat hij had zoveel boeken om te vertalen. Hij had Bhagavatam, China. Maar de Mahamantra, Hare is toch een Hare Krishna, Hare Krishna. Het is al Radharani. Dus je chant Radharani's naam, toch? Ja. Maar ik heb zelf ook gezien. Ze hebben het over hadden, hè? Maar je moet je toch aanpassen aan de omstandigheden, zeg maar. Ja. Zeg maar toen, ik heb gezien vaak in Mathura of Vrindavan als ze Ratiyatra gaan. Er zijn wat Gaudiya Vaishnavas, die komen uit, weet je, van Gaudiya Math. Maar als zij daar Ratiyatra vieren, dan zijn ze gewoon Radhi Ketan. Wat ze weten, ze zijn allemaal Brijabasis, weet je. Ze moeten hun ook aan chanten krijgen. En er is nooit, een regel geweest daartegen. Nu proberen ze wat te fabriceren, weet je, maar er is geen, je kan nooit, zeg maar zonder het chanten van Rani's naam, ga je nooit Krishna kunnen bereiken. En Krishna zal je nooit echt ondersteunen, zeg maar. Omdat zij heeft een hogere positie in Vrindavan dan Krishna. En zij wordt meer hoger vereerd. Prabhupada zei dat ook. Hè. In Vrindavan zeggen mensen meer Radhe dan Krishna. Prabhupada zei, hey, jij Radhe. Waarom? Omdat zij speelt een hoge rol. Zij is niet minder dan Krishna. En wij moeten niet denken, zeg maar, als je de lila van Krishna vereert, dan ga je vaker Shama of Radhe chanten. Je kan niet tegelijkertijd denken, Radha en Krishna die komen expansies van Vishnu's lichaam, weet je, of Radha van. Je hebt zoveel variaties. Maar als je dat gaat denken, dan kan je nooit in die lila verdiepen. Ik kan een makkelijke voorbeeld. Vroeger had mijn guru, Prabhupada geholpen met het vertalen van Bhagavatam. En toen hij kwam naar die lila van Ravana of Hiranyakashipu, één van die twee. Toen zei hij eigenlijk, ik denk dat het Ravana was, weet je. Zei, ja, Ravana, hij is erg geleerd in de Vedas. Volgens mij is hij gewoon een toegewijde. Weet je, maar hij keek van die kant van Jai en Vijay, weet je, maar dat moet je niet doen als je in die lila zit, dan is er geen Jai en Vijay meer. Snap ik erop? En Prabhupada kon je zien hoe hij verdiept was. Prabhupada zei, no, he's not a devotee, he's a demon. Waarom? Omdat Prabhupada ziet die lila alleen op dat moment. Je kan niet allebei tegelijk. Ja. En dat is het verschil tussen een Jnani en een Bhakti Yogi. Die Bhakti Yogi, hij wil in de lila zijn. Hij wil niets weten van over... Je hebt dat ook gezien met de... Vroeger had Krishna die vorm van de Shingadev genomen, voor de grap, weet je. En de gopis, weet je, die gaven gewoon obeisjes, weet je. Dit is Vishnu, obeisjes, weet je. Maar tegelijkertijd zei je, Krishna, wij weten dat jij dat bent. En alsjeblieft, weet je, neem je Krishna vorm terug. Wij zijn niet, wij vinden dat niet grappig, we zijn niet onder de indruk, weet je. En Krishna, hij probeerde die Shingadev
voor hem te houden, weet je. Hij was aan het trillen, weet je. Elke keer komt Krishna weer terug en hij kon het gewoon niet vasthouden. Waarom? Omdat die liefde van die gopis zo sterk was. Hij kon het niet vasthouden. Zo, dat is heel erg belangrijk, zeg maar. Het is heel erg jammer. We zijn eigenlijk een bhakti beweging, maar door Maya zijn wij een beetje in de war gebracht. Net als ik zeg, veel mensen binnen ISKCON die weten helemaal niet wie Gopeshwar Mahadev is. Ja, en als je dat niet weet, hoe kan je dan de genade van Krishna krijgen? Dat dit gedoe over dit halfgod en dat, weet je, dat is allemaal. Onze filosofie is Chinta Beda Beda Tattva. Zelfs de familie van Shiva zijn allemaal zuivere toegewijders. Ghani en Shalaman zijn allemaal zuivere toegewijders. Zo, je moet het van Chinta Beda Beda Tattva bekijken. Anders, als je het alleen eenzijdig bekijkt, ja, dan zijn we niet meer bezig met de Vaishnava filosofie. Dat is gewoon. En je hebt gehoord toen op Shivaratri. Vertelde ik over wat in Engeland gebeurd is. Er was een was ook een sannyasi van Shiva, hoe heet dat nou weer? Ja, van een van onpersoonlijke, zeg maar, ik weet niet hoe ze die noemen, maar hij kwam gewoon op de Vyasa zitten en zeggen, ja, Radharani existeert niet. Ja, zij is gewoon een gesture. Weet je wat? Gesture is een uitdrukking. En hij ging een Prabhupada helemaal, zeg maar, weet je. Hij zegt Prabhupada, weet je, nou, hij ging echt veel overtreding tegenover Prabhupada maken, weet je, over zijn boeken en dit en dat, weet je. Want mensen hebben gewoon, ja, mensen weten dat niet. Hè. Dat, zeg maar, veel mensen weten niet wie Chaitanya Mahaprabhu is, weet je. Dat is echt confidential, als je de genade niet hebt, dan ga je het ook niet weten. En ja, de realisatie wat ik kreeg, de eerste keer was ik, toen ik een bad nam in Radhikund, toen was het, die avond toen Radhikund verscheen. En er was echt, weet je, duizenden van toegewijzen. Er was bijna geen plek om bad te nemen. Weet je. Je moest ergens een hoekje met water kunnen vinden. En daarna dacht ik, ja, dat is echt. En toen, ik kan me nog goed herinneren. Ik was met Satchinanda Swami en Krishna Chaitanya Prabhu. Ik kreeg de realisatie. Als Prabhupada er niet was, wij zouden nooit weten waar Radhikund is, wat Radhikund is. Niks zullen wij weten, zonder zijn genade. Maar je moet wel begrijpen, hij had heel veel dingen dat hij moest vertalen, weet je. En hij verwachtte niet dat iedereen zo snel die dingen zullen opnemen. En hij had ook een godbroeder, hoe heet hij nou, Dr. Kapoor, weet je. Hij was eigenlijk wel geleerd, maar hij had een boek geschreven, Raj K. Bhakta, weet je, The Saints of Raj, weet je. Heel mooi boek, weet je, over alle lila's, weet je, over toegewijders van Krishna. Maar hij vroeg Srila Prabhupada ooit, Prabhupada, wat gebeurt er als jouw toegewijders verder willen groeien? Zeg maar dan wat je gegeven hebt. Waar gaan ze naartoe? Wat gaan ze doen? Weet je wat Prabhupada's antwoord was? Net als je een boom in een bloempot plant, buiten, in een bos, weet je? Dan wat gebeurt als die boom te groot wordt? Die bloempot, die barst gewoon uit elkaar. En die wortels, die zoeken hun eigen weg. De gronden. Zo Prabhupada, hij heeft wel goede dingen voor ons geregeld. Hij vertrouwde wel in. Hij wou nooit dat wij artificiële dingen gingen doen. Maar toch, het is toch wel een doel om verder te komen. Als wij geen, dat gaan we ook zien met deze lied. Ik merk dat, als ik het, ik had een paar keer thuis, weet je, geoefend en gezongen. Ik merk, ja, ik wil hem elke dag zingen. Gewoon, hij brengt gewoon bepaalde, ja, liefde van Radharani omhoog in ons, weet je. En als dat gebeurt, dan gaat al onze valse ego, die gaat gewoon wegsmelten, weet je. Dus ja, ik hoop dat nu is het wel goed ingesteld, niet te hard, zeg maar. Pakkewaars was als een explosie geweest, denk ik. Maar Pakkewaars heeft wel zuivere effect, dat is echt de. Wat de Bengali's Mardanga noemen, eigenlijk heet dat kool. En dat wat je daar hoort is echt Mardangam. En zelf Arjuna speelde die. Toen hij, weet je, vervloekt wordt, een tijdje, weet je, als danseres, leraar of wat. Maar ja, ik heb dat ook geleerd toen ik genade gekregen. En ze zeggen, ja, als je die pakkenwart speelt rond de koeien, dan geven ze meer melk. En in het huis maak je een hele mooie sfeer. Geen negatieve energie blijven. Natuurlijk heeft het me wel lang geduurd. Ik had een jaar nodig alleen om. Ciao, ciao.
Maar dat is normaal. Iedereen moet Chotaal eerst leren. En daarna komen de rest. Maar ik had wel daarvan genoten. Daarom kon ik al die, zeg maar, die Shanti Samaj spelen, zingen. Omdat ik ging altijd vaak Pakkewaard spelen voor die Nimbarkis, toen ze die liederen ging zingen. Dus ik heb het nooit systematisch geleerd te zingen, maar omdat ik weet hoe die Pakkewaard speelt. En hoor, als je 100 keer dat hoort zingen, na een tijdje gaat er gewoon je hart in. Hè. En dat is de beste manier om kennis op te nemen die met Bhakti verbonden is. Want zelfs mijn Raga Guru, of die mij les gaf, Nanda Lal Parikh, was ook een Brahmana uit Rajasthan. Weet je. Sri Shukad Sampradaya, hij zei ook tegen mij, ja, jij hebt wel iets belangrijks. Hij zegt ook, als je de mathematiek kwijtraakt, weet je, als je tabel of pakkenwoord speelt, je kan het terugvoelen. En veel mensen kunnen dat niet, zeg maar. Zo, je bent vrij, zeg maar, om bhajan te doen, zeg maar. Ja. Zo, dat is, ja, dat is genade, rare kripa, ik het ook zo. Zo, ja, kijk, misschien kan ik het, nee, je moet wel later omdraaien, denk ik, ja. Dit, hè. Ik moet nog even. Roepani zegt, maar hij heeft het ook nooit verboden. Nee, nee. Hij heeft het nooit verboden. Dus je kunt hem makkelijk dat bekend staan. Hij heeft het nooit verboden. En wat hij in de boeken schrijft, is juist een soort standaard wat hij zet. Niet wat op tapes, wat op cassetten komen, dat zijn allemaal omstandigheden waar hij gewoon. Dat betekent misschien zegt hij 1 keer zo, maar de volgende keer zou ik wat anders zijn. Vroeger hoorde ik ook. Hoor ik ook Prabhupada chanting all this and that, weet je, en les Hare Krishna, toen zei Prabhupada, oh, at least they are chanting. Niet altijd dat Prabhupada daarmee ingreep, dus dat is heel erg belangrijk om, zeg maar, het is ook, je hebt toch ooit een cassette gehoord van Prabhupada Japa chanten? Ja. Van die standpunt is dat niet bona fide. Waarom? Omdat Prabhupada chanted alleen misschien een paar minuten. 20 minuten, half uur, en dan hebben ze dat gewoon verlengd. Ja, maar dat kan niet. Dat is toch niet realistisch. Snap ik bedoel? Je kan niet gewoon, als Prabhupada 1 keer iets zegt, dat betekent niet dat het de regel is voor altijd. Hetzelfde gaat over die japa. Oké, als ze Prabhupada 1 uur japa hebben opgenomen, dat zou de bona fide zijn, maar ze hebben maar 5 minuten of 10 minuten en dan hebben ze gewoon verlengd. Ja, dat noemen ze speculatie. Weet je. Maar Prabhupada die chatten ook soms naar binnen en naar buiten. Weet je, Hare Krishna, Hare Krishna. Weet je, naar binnen en naar buiten. Dan zal toch mensen niet kritiek geven, hé, hij chat niet goed. Hoor. Ja, dat is spelen veel, weet dat. Zo, ja, de reden waarom ik hierover spreek, ja, is een beetje wat met Lila, zeg maar, verbonden. Met de heilige naam van Srimati Radharani. Net als... Srimati Radharani's naam door de hele wereld te verspreiden. Dat is eigenlijk ook. Het is niet voor niks dat wij eerst Hari chanten.